Deze uitleg gaat over het hoofdstuk licht en dan speciaal het onderwerp polarisatie. In deze presentatie probeer ik uit te leggen van wat is polarisatie precies en wat kun je ermee. Jullie hebben allemaal geleerd in klas 2 dat licht loopt in rechte lijnen. Zoals je hier kunt zien, een rechte lijn. Lichtstralen gaan nooit een bochtje om. Maar als je een lichtstraal van heel dichtbij bekijkt, is het eigenlijk een golf. Ik heb hier een lichtstraal getekend. Je ziet een lichtstraal hier van linksonder naar rechtsboven gaan. En als ik het nou heel erg zou inzoomen, dan zou ik ook een golfbeweging kunnen zien. Nu zagen we op de vorige dia dat een lichtstraal van linksonder naar rechtsboven ging. En dan had ik er zo'n golf bij getekend. Maar de golven kunnen natuurlijk ook in het platte vlak lopen en lopen ze horizontaal. Op deze manier kan bij dezelfde lichtstraal een golf op verschillende manieren lopen. Licht dat van de zon komt, heeft golven die in alle richtingen golven. Nou, in dit voorbeeld heb ik dus twee getekend. De linkergolf golft verticaal en de rechtergolf golft horizontaal, maar beide lichtstralen hebben dezelfde richting. Lichtstralen die van de zon komen, die golven in alle richtingen. Maar zodra zo'n lichtstraal een oppervlakte raakt, zoals hier bijvoorbeeld het wateroppervlak, dan worden niet alle lichtstralen even goed weerkaatst. Lichtstralen die in dit geval met horizontale golfjes lopen, die worden weerkaatst. Maar lichtstralen die met verticale golfjes lopen, die worden juist niet zo goed weerkaatst. Nou, als er licht is met golven in één richting, dan is er sprake van gepolariseerd licht. Er is maar één richting waarin het licht golft. De vraag is natuurlijk, wat kun je daar nu mee? Om dat uit te leggen moet ik eerst uitleggen hoe een polarisatiefilter werkt. Een polarisatiefilter lijkt op een hek zoals je hier ze getekend ziet. Ik heb hier twee getekend, hier één en hier één. En de golvende lichtstraal heb ik hier voorgesteld als een touw die op en neer wordt geslingerd. Nou, het touw golft hier verticaal en het achterste hek, dat heeft de spijlen recht omhoog staan en dat laat de verticale golven gewoon door. Het voorste hek heeft de spijlen horizontaal staan en die laat alleen de horizontale golven door. Het achterste hek filtert dus de verticale golven en die zorgt ervoor dat de horizontale golven er niet doorheen kunnen. En het voorste hek filtert op horizontale golven en zorgt ervoor dat de verticale golven deze er niet doorheen kunnen. Aan het plaatje kun je ook zien, de golven worden door het voorste hek hier niet doorgelaten. Wat je kunt doen met een hek en een touw kan ook met licht en met lichtstralen. Je hebt gezien lichtstralen golven net als het touw. Ik heb hier een polarisatiefilter wat eruit ziet als het eerste hek en hier eentje dat werkt als het tweede hek uit het vorige plaatje. En je ziet, ik krijg hier gepolariseerd licht met alleen maar verticale golven. En die worden door het laatste filter niet doorgelaten. En dan krijg je daar geen licht achter, want dat wil er niet doorheen. Het eerste filter laat dus alleen verticale golven door en het tweede filter laat alleen horizontale golven door. Hier zie je een plaatje van hoe het werkt in de praktijk. Je hebt hier een zon met zonlicht en een zonnebril met een polarisatiefilter. Als je door de bril kijkt, kun je gewoon het licht uit de zon zien, want dat heeft golven in alle richtingen. Dus alle golven die verticaal zijn, die worden gewoon door de bril doorgelaten. Dus dat kun je zien. Maar lichtstralen die weerkaatsen op het oppervlak, die zijn anders gepolariseerd. Dus die gaan niet door de bril. Dus de weerkaatsing wordt tegengehouden. Je raakt dus door zo'n zonnebril de vervelende schittering kwijt. Hier zie je een plaatje van hoe dat verschil er in het echt uitziet. Je hebt hier een plaatje wat in tweeën is geknipt. Links heb je een plaatje waar een polarisatiefilter is gebruikt. Dat is hier. En rechts heb je eentje zonder filter. Je kunt duidelijk zien, de schittering is veel groter in het rechter plaatje. In het linker plaatje worden dus de weerkaatste lichtstralen voor een groot deel tegengehouden door het filter. De zon geeft lichtstralen die in alle richtingen golven. Bij een aantal apparaten is dat niet zo. Dat kun je ook zien bij de iPad hier.
Er wordt een zonnebril voorgehouden met een polarisatiefilter. En als je de iPad dan onder een bepaalde hoek draait, dan wordt het licht opeens niet meer doorgelaten. Er komt dus gepolariseerd licht uit een iPad en met een zonnebril kun je dat goed laten zien.